Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van iMine. Ik sta hier op het moment in de Enchanting Room, de Enchanting Farm, de Enderman Farm. Is het beter geworden? Ik zocht er even naar. Van Matthias de Beer. En we gaan vandaag wat meer tools fixen, want ik ben een beetje arm. Ik heb net al mijn diamonds gebruikt om goede armor weer te fixen. Terwijl ik heb nu nog 5 diamonds en ik heb er net 3 in een diamond X gegooid. Eerst gaan we deze enchanten. Fortune 2 op een X. Oh, dat is naar. Oké, dat doen we niet. Dus we slaan deze nog even door. Ja, Fortune 2 heb ik niks aan op een X. Ik wil gewoon efficiency en een breaking. Zodat ik er lekker veel hout mee kan hakken. Want wat we vandaag gaan doen, tenminste wat het plan op het moment is, is dat ik lekker aan mijn eigen basis ga werken. Oftewel, ik heb de afgelopen dagen heel veel op span gedaan. En als je daarin geïnteresseerd bent in span, ik livestream 3 keer per week. Ik ben niet altijd iMine aan het spelen, maar sowieso 1 keer per week ben ik op spawn bezig in een livestream. Dus dat doen we daar. Maar ik dacht, laat ik nu heel even aan mijn base werken. Dus we willen nog iets anders enchanten. Ik heb nog een looting sword nodig, dus op zich kunnen we daar ook 2 diamonds aan uitgeven. Want ik ben, zoals jullie weten, nou, tenminste zoals ik verteld heb eerder, ben ik met al mijn goede gear doodgegaan in de lava. En dan kun je een zakt. Dat was redelijk prijzig. Ik heb hier wat extra hout in gegooid, omdat ik sticks gebruikte die hier al in zaten. Gewoon voor de volgende die komt, dat die niet zonder hout zit. Dat is het laatste wat je wilt natuurlijk. Dus doen we een diamond sword. Een breaking 3 op een zwaard. Are you fucking kidding me? Oké, nee, dat wordt hem ook niet. Nee, wordt hem ook niet. Wat hebben we dan meer nodig? Een helm? Hebben we een helm nodig? Daar heb ik geen diamonds voor. Wanneer kunnen we van emeralds armor gaan maken? Kom op, game. Dan wil ik graag... Weet ik niet. Wat hebben we nog nodig? Zo. Laat ik even een helmpje gaan maken, sowieso. Laat me zeggen, we hebben iets nodig waar we even nu op kunnen enchanten, namelijk. Dus die daarin. Dus daar gooi je gewoon... ik heb wat toortjes mee voor een reden. Als het goed is, heb ik nu waarschijnlijk 1 level. Kan dat? 3 levels. Oké, dat kost dan 1. Gewoon even resetten, heet dat. Oeh, Unbreaking Protection 1. Helemaal niet slecht. Nou, die is niet zo heel goed. Dus dan hebben we dat. Dan halen we deze weg. En dan kunnen we kijken of we nu wat betere enchants hebben. Dus nu het zwaard proberen. Unbreaking 3 nog steeds. Is het niet meer gereset? Werkt dat niet meer zo? Efficiency 3. Perfect. Kijk. Dat is een extra waar we blij van worden. Fortune 2 er alsnog op. Ik vind het niet erg. Het gaat om de unbreaking en efficiency. Dus daar ben ik heel blij mee. Laten we heel even nog een leveltje scoren. Kijken of we dat looting zwaard kunnen krijgen. Dan doen we zo. Sharpness 3. Op zich is dat ook goed. We hebben gewoon een goed zwaard nodig. Het liefst heb ik looting. We hebben hier nog 2. Dus dat is helemaal goed. Pak even wat meer lapis lazuli. Dus het zwaardje erin. Een sharpness zwaard kan... Oh, waarom is dit geen level 30? Omdat deze toortjes hier nog zitten. Sharpness 3. Oké, het is nog steeds dezelfde enchant voor een of andere reden. Ik vind het niet erg. Sharpness 3 Fire Aspect 2. Dat is een goed PvP zwaard. Daar gaan we Jordi mooi mee terugpakken. Want die heeft me laatst genakt. Keihard in een livestream. Voor de lol gingen we aanvallen. Oké, Jordi. Oké. Die krijg je terug. Hij had net een hele preek gegeven dat hij niet tijdens elke livestream wou geprankt worden. Want dat deden de jongens altijd. Ik was er zelf niet echt van. Maar die kwamen altijd langs en gingen kloten. En toen in één keer in mijn livestream dacht hij... Hey, weet je wat? Fuck jou, Tim. Degene die helemaal niks heeft gedaan, ik ga jou vermoorden. Random. Ik zei, God damn it, Jordi. Why you do this? Ik dacht dat we vrienden waren. Maar nee hoor. It is on. Jordi wil blijkbaar op de server iedereen 1 keer vermoord hebben. Maar ja... Ik snap dat niet, want hij vermoorde me toen ik geen armor aan had. En geen goede wapens bij me had. Daarnaast, ik weet niet hoe eervol hij wil zijn. Waarschijnlijk is Jordi dus heel eervol, hoeft het niet. Maar laat maar zeggen, als je 1v1 iedereen wil vermoorden, dan gaan we dat goed doen ook. Dus ik ben bezig met gewoon ook goede gear fixen voor mezelf. Zodat ik hem gewoon een keer kan uitdagen en even die 1v1 goed kan regelen. Een breaking 3, kom op game, kom op. Nee, gewoon nee. Die in de hoeken. Doen we deze nog. Als het goed is kunnen we nu even een kleinere enchant doen. Level 3. Protection 2. Op zich niet slecht. Oh, we hebben nog genoeg levels. Nice. Tuk, tuk, tuk. Die we allemaal wegslaan. En dan kunnen we kijken of we nu onze looting... God damn it. Onze looting kunnen fixen. Looting 2.
Nee, ik blij genoeg mee. Oké, ik ga door totdat ik loot in 3 heb. Tot zo. Ik snap er helemaal niks van. Doe ik iets fout? Want ik heb nu een heleboel boots geenchant. Laat maar zeggen, wat je doet is je enchant iets en dan kun je iets anders proberen. Maar continu blijft hij op de knockback zitten. Ik moet nu weer level 30 halen natuurlijk, want fuck me, right? Dus ik krijg blijkbaar geen andere enchants op deze klootzak, wat heel jammer is. Dus we gaan knockback erop. Oh, dat is fucking irritant. Oh, die kan ik net zo goed weggooien. Dat is zonde van mijn diamonds. Oké, dan gaan we voor dat looting zwaard. Looting zwaard met een iron zwaard. Ga ik dan maar proberen. Tot zo. Oh, wat is dit een gedoe zeg. Wel wat ik wil doen, heel even snel, is kijken. Volgens mij kan ik deze en deze combineren. Dit kost 16. En als ik het omdraai, kost het 4. Dus dan hebben we een sharpness 4, knockback 2, fire aspect 2 zwaard. Als we nou ook een sharpness 4 nog opgooien, dan voor 6. Kijken of die goedkoper wordt als we dit doen. Nope. Hebben we nu een Sharpness 5, Knockback 2, Fire Aspect 2 zwaard. En dat is best decent. Dan hebben we nog een heleboel Bane of Arthropod shit. We hebben hier nog een Knockback en een Unbreaking soort. Ik weet niet. Kunnen we hier ook nog Unbreaking op gooien? Eh, why not? Even kijken, als ik ze omdraai worden ze volgens mij... Ja, ik kan het zeggen. Oké, we hebben nu dus een Sharpness 5. Oké, dat is een goed zwaard op zich. En dan had ik nog 2 Featherfallings, wat wel grappig is. Featherfalling 2, waarom niet? Dit moet ik toch allemaal terugvormen. De Bane of Arthropods gooi ik allemaal weg. En natuurlijk deze kan ik ook allemaal weggooien. We zijn al dus flink wat zwaarder verder. Het is best wel moeilijk om een looting zwaard te krijgen, helaas. trouwens had ik nog Ctrl-Q en dan kun je gewoon stacks weggooien. En... adios. Zal ik die ook maar weggooien? De broek. Waarom niet? Hebben we weer wat extra ruimte erbij. Oftewel, ja, ik ga nog even door. Ik haat mijn leven nu officieel. Het eerste zwaard. Ik heb net 24 zwaarden gemaakt. En het eerste zwaard wat ik krijg. Is een fucking Sharpness 4, Knockback 2, Unbreaking 3, Looting 3 zwaard. Game. Why the fuck you do this? Dat is fucking vreselijk. Are you kidding me? Het eerste zwaard. Oké, laten we die maar even combineren dan. Kan dat überhaupt? Sharpness 5? Dit is wel duur waarschijnlijk, of niet? Oké, als ik ze omdraai. 30 levels. Sure, why not? God, het eerste zwaard! Gelukkig hebben we genoeg iron op de server, maar... Game! Damn it! Dat is zo kut! Oh mijn god. Ik had er echt net 24 gemaakt. Ik had al een filmpje aangezet. Ik dacht, dit gaat nog een paar uur duren. En het eerste zwaard wat ik krijg is meteen het zwaard dat ik wil hebben. Oh, omdraaien. En dan noemen we hem... zullen we een keer een zwaard benoemen? Oh, dan kost het een level meer. Oké. Dat vind ik wel even flauw. Dan halen we nog een level. Sure. Doe maar zo. Oké. Dan doen we die en die. Helemaal goed. En dan geven we hem de naam. Het is een looting zwaard. Daar gaat het uiteindelijk om. Sharpness 5, knockback, unbreaking 3, looting 3, fire aspect 2. Laten we deze nou een keer niet verliezen. Zou heerlijk zijn. Mevrouw Lootie. Is dit goed? Ik vind het mooi. Ik ben er blij mee. Nou, dat kan ik weggooien. De rest kan ik weggooien. Ik denk wat ik ga doen is een deel hier dumpen. Zodat mensen die kunnen enchanten. De rest gooi ik weg. Ik weet, het is een beetje zonde, maar... ik ga er toch niks mee doen. En ik denk dat niet iemand anders nog zoveel iron swords wil. Hier liggen wat iron swords in. En een knockback 2 voor als iemand hem wil. Het is een diamond sword. Je kunt hem comboen, I guess. Nou, ik wil hem hier niet op. Want ik wil geen knockback op dit zwaard. Ik wil gewoon door kunnen rammen. Dit is echt mijn... Het is maar sharpness 3. Dit is 10 keer beter, dit zwaar. Oké, maar niet uit. Oftewel, dat is geregeld. Ik ga nu naar mijn basis en lekker aan het werk. Oké, we zijn ermee bezig. Ik ben ondertussen aan het livestreamen. Het is zaterdag. Deze aflevering wordt over meerdere dagen opgenomen, zoals je ziet. Ik heb het dak hier een beetje aangepast, want dat ziet er mooi uit. We waren onze base vandaag en we dachten, hey, we moeten hier aan werken. Het moet weer mooier. Oftewel, we hebben dit gedaan. Het ziet er goed uit. Ik ben hier heel blij mee. Het ziet er gewoon fancy uit. Fancy met Jancy.
Dan hebben we een to-do-board. Ik wil een bannerkamer maken met alle banners van iedereen. Ik wil een paar kleine boompjes, was een idee van iemand. En het vloer en dak had wat meer variatie nodig. Dat hebben we op zich nu gedaan, maar die houden we er wel voor mogelijk het dak daar. We zien wel wat we gaan doen. Maar nu wil ik mijn beacon neerzetten, oftewel, dat gaan we even doen. Volgens mij kan dat gewoon, dus ik heb hier nu... Volgens mij moet er nog een laag onder. Ja. Ik ben geen beaconplaatsman, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Zo zie je maar hoe weinig survival ik eigenlijk gespeeld heb. Ik heb wel veel gespeeld, maar vroeger heel veel. En ik ben vooral ook een creative guy. Zo. Dat? Volgens mij kon je het met twee lagen doen. Zover ik me kan herinneren. Zo. Het hoeft niet. Oké, misschien. Maar... Oh. Als ik hem hier nu plaats... Oh, en dan moet er een iron in, of niet? Ja, dat is waarschijnlijk. Doe je een iron erin? En dan... Nee? Kijken. Ik heb nu sowieso... Ik heb twee lagen. Dus beacon, één laag. Oh ja, dus het is beacon, één laag. En dan kun je deze doen. Take my iron, goddammit. Nee. It doesn't work. Ik snap het niet. Ik kijk even in chat nu. Ik kijk nu even in chat. Chat, save me here. Je moet even wachten. Nou ja, zeg. Oh, moet het dak boven niet weg? I'm such a disappointment. I'm such a disappointment. Wat ben ik een fucktard. Dankjewel, chat. Tim heeft vertraging, dus die komt er zo achter. Dat chat het al heeft opgelost. Oh, wacht! Holy... Oh, verder falling. Damn. Mijn god! Ah! Oké. We hebben eten. Ik heb gewoonlijk dat gemond. Oké, laten we naar boven gaan en een gat erin hakken. Ik weet niet waar ik het gat precies moet doen. Or I'm a dick en zeg het te laat, Skype. Dat is waar. Ik denk dat ik dit gewoon niet wist. Oké, laten we hier naar beneden hakken dan. Dit gaat helemaal goed. Mensen, onder je hak is het slimste wat je kunt doen in dit spel. Oké, nee, hier. Uiteindelijk moet dit toch weggehakt worden, dus het is niet zo'n probleem. Oh, hoe ben ik opeens zo ver? Dat is de trap volgens mij alweer. Oh ja. Moet die kant op. Dus daar is de beacon. Volgens mij is die hier ergens. Nu moeten we omhoog hakken. Ah, kan er net niet bij. Als het goed is... Oh, eentje opzij nog zelfs. Wakken dit allemaal gewoon weg. Want we genoeg ruimte hebben. Dit moeten we met de hand. Als het goed is heb ik nu het gat erboven weggehaald. Ik voel me zo dom dat ik dat niet wist. Oké, wacht. We gaan het uittesten. Dus als we hier vallen, waar komen we terecht? Yes. Dus dit is net, als het goed is, daar, ja. Helemaal goed. Als dat werkt, dan doen we dit. En dan drukken we op een van die. Moet ik hem opnieuw plaatsen of zo? Zou dat het zijn? Niet opnieuw plaatsen. Oké. Wat moet ik dan doen, Tim? Leg het uit. Dit is wel de goede plek, volgens mij. Of heb ik hem... Oh, wacht. Ja. Bijna. Bijna. Scheve donder. Oké. Blijkbaar ben ik scheef. Kan ik niet mikken. Volgens mij moet die het zijn. Damn it. I was so close to being smart. That's what she said. Oké, Tim. Voortaan gooi ik Tim gewoon uit de Skype call. Want zo kan ik niks met hem opnemen natuurlijk. Dus deze moet weg dan. Als het goed is. Yay! It's alive! Oké. Maar nu moet ik hem plaatsen toch om de achievement te krijgen.
Dat is wel even belangrijk. Dus ik moet even de achievement krijgen. Daar gaat het vooral om, dit stukje. Oh. Even weggooien. Die oppakken. Dus mollen en plaatsen. Zo. Komt die mensen. Die plaatsen we erin. Blijkbaar krijgen we er geen enkele kracht van. En ook geen achievement. Oh jawel. Even opnieuw de UI openen. Dan kunnen we, als het goed is, nu kiezen. Nee, oké. Okay. Ik snap het niet. Oh, nu kunnen we kiezen. Oké. Okay. Wat? Oké, okay, sure. Oké, okay, game. Speed. Dan doen we dit. En dan zeggen we okidoki. We hebben de achievement niet gekregen, dus waarschijnlijk mis ik nog wat. Heel even kijken. Opties. Oh nee, achievements. Laat me zeggen, je kunt hier zien wanneer je de beacon krijgt. Als het goed is, hoor ik hem wel te krijgen. Create a full beacon. Dat heb ik gedaan. Waarom heb ik die achievement niet? Tim! Explain blocks. 4 lagen? Zou dat het zijn? Dat was een follow geluidje. Dat is slim van iemand. Dankjewel Kevin voor het followen. Om dat tijdens te doen. Zou het 4 lagen zijn, mensen? Voor achievement moet je alle lagen doen. Oké, jongens, dan ben ik zo terug. Doe ik even alle lagen. Dan plaatsen we deze. Oh, die niet. Niet al onze iron verspillen. Dus 2,5 stack blocks heb je blijkbaar nodig. Oké, we... Yay! Beaconator! Achievement get! Whee! Oftewel, dat betekent dat ik, even kijken, achievements... Uitzoomen, uitzoomen. Moet ik nog achievements? Kill skeleton with an arrow from more than 50 meters. Holy shit. Discover all biomes. Oh, fuck dat. Local brewery. Brew a potion. Oké, dat moet ik nog doen blijkbaar. Build some bookshelves. Dat heb ik al gedaan. Game. Oké. Okay. Ik heb waarschijnlijk in de verkeerde. Travel by minecart at least 1 kilometer from where you started. Oké, okay, nou dat zijn een paar kut achievements nog. Oh, the lie. Ik moet een cake maken blijkbaar nog. Oh, dat kan ik doen. Een cake maken. Maar dat zijn de achievements die ik dan tot nu toe wil halen. Ik wil de cake nog halen en al die biomes. Fuck dat. Oké, okay, ik dacht dat dit een creeper was. Was het niet. Dat is dat. We hebben nu een beacon in ons hele mooie huis. Zoals het er ook heel mooi nu uitziet. Ik maak dit allemaal mooi. Ik ga weer lekker door met livestreamen en gezellig met mijn chat. Beacon toegevoegd. Check. En daar zijn we weer. Een tijdje verder. We hebben de hele dag lekker lopen livestreamen. En we zijn lekker bezig geweest met hierboven. Oh, je ziet het al. Het dak is weg. Ik heb best wel hard gewerkt om het dak weg te krijgen. We hebben natuurlijk haste aan op ons beacon. Oh, ik hou van dit beacon. Alles bevriest wel. Dus we moeten heel even water over deze plek gooien. Ik heb even alles gefarmd, zodat we hier gewoon rustig kunnen werken. Dit gaat gewoon heel erg omhoog, totdat mijn bloks op zijn. En dan zien we wel weer. Tot nu toe gaat het goed. Die horen hier niet. En het idee is dat hierboven een ander soort patroon komt qua vloer. Ik denk erover na om een halve rond hier. Laten we zeggen, ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen, maar dat je... Dit komt hoger natuurlijk, maar dat je een soort van... Cam remove. Wat? Oh, hij is bezig met zijn timelapse, dat verklaart dat. Denk al wat hel. Dus dat je een soort half rondje hier hebt, laat maar zeggen. En dat daar allemaal vloer is. Gewoon dat we niet meer... No problem. Dat je niet meer dit standaard hebt. Dus dat we het hier... Oh, maar dat beacon gaat er dan nog wel doorheen. Gaan we gewoon een beetje mee spelen, maar dat is het idee voor die vloer. Nou, daar gaan we werken en dan zie ik jullie zo meteen weer. En we zijn weer bij de lotto van Tom. Het is tijd om weer mee te doen. De vorige is getrokken. Matthias heeft gewonnen. Geen jackpot is gevallen. Dus nu is de volgende weer over een maandje. Wij doen natuurlijk weer mee. Oftewel, we zeggen, zet onze naam erbij. Timmyboy NL. Dun. Dan gooien we die erin. Hier, ja. En dan hebben we onze Timmy Smaxy Appel. Daar gaat hij. Wij doen mee. Zoals altijd. Ik zag Tom op spawn. Ik ben benieuwd wat hij aan het doen is. Dus we gaan niet per se trollen. Maar ik wil gewoon even kijken wat hij doet. Hij was hier bezig met iets. Ik heb geen idee. D-sensor. Hallo, good sir. I want vodka.
Can I order vodka here? Wat maakt hij? Een sorting system of zo? Day-night sensor. Wat interessant is. Oftewel, misschien gaat hij... Oh, vodka. Thank you very much, sir, for your good vodka. I'm gonna place it now and ruin your redstone, okay? There you go. Thanks for vodka. Thanks. For the vodka. was very nice. Auw. Aan mijn dik. Wacht, ik heb iets voor hem. Ik heb wat cacao voor jou. Wait, ik ga iets leuks doen. I crap on your redstone. Ik ben weer zo volwassen. Oké. Okay. Ja, dus hij is bezig met iets cools. Ga je maken. Licht voor inspan. Het was niet zoveel redstone, daarom kon het. Nou zeggen, Dead Games. Woehoe. That's interesting. Oké, dus als je dat wilt zien, ga naar Tom's aflevering. Dan kun je dat vast wel ergens vinden. Cool, er gaat een Dead Games komen. Dit mijn beste Tim heet een randomizer die elke dag nacht cycle activeert. Ah, vandaar de daylight sensor. Oftewel, elke dag wordt iemand anders uitgekozen. Tenminste, dit is hoe de Dead Games werken. Elke dag wordt iemand anders uitgekozen. En als je naam erin komt, dan mag je vermoord worden met de armor die Tom geeft. Oftewel, dat is dan een challenge. En als het je lukt, dan mag je volgens mij een prijs meenemen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar er is een speciaal zwaard waarmee je iemand moet vermoorden, zodat iedereen weet dat het voor de Death Games was. Daar gaat Tom aan werken, dus als je dat wilt zien, dan is daar wel een linkje in de beschrijving naar die aflevering van hem. De Death Games. Dat gaan we dus spelen vanaf nu, wat cool is. Oftewel, ik moet beter armor gaan fixen. Ja. Yeah. Let's do that. Do that, do that! RGGY! Oké, maat. Doei. En even een kort tussenstukje, hallo allemaal. Ik ben hier op het moment bij een van de mooiste gebouwen op Spawn. Serieus, holy shit. Wat een mooi gebouw. Dit is een tijdelijk gebouw, Tom? What the fuck? Holy crap, super mooi. Nee, ik ben hier vandaag bij de Dead Games. Zoals jullie zagen, we hadden achter daarnet even Tom nog een beetje gepest. Maar dit is een paar dagen later en hij is nu echt serieus bezig met het bouwen. Terwijl we hebben hier allemaal shit in zitten. Opbergruimte, oké. Okay. Oh, dit is de armor die je moet dragen. Dus deze armor moet je verplicht dragen. En dit zwaard. Waarom is dit 2001 of 2000? Wat maakt dat uit? Misschien heb ik iets gemist. Schoenen. Hij is er nog mee bezig. Dead Games begint pas als er 4 entries zijn. Nu nog niet dus. Oftewel, hier zijn alle zwaarden. Ik heb mijn zwaard er al ingedaan. Die van Tom en van mij, die zal naar beneden gaan, zitten erin op het moment. Als andere iMiners mee willen doen, zou gezellig zijn. Wij gaan meedoen vanaf nu. Wij filmen het alleen als we iemand aanvallen. Als we aangevallen worden, dan zie je het waarschijnlijk in andere filmpjes. Oftewel, zo werkt dat. Sinds ik nooit op tijd mijn opname aan kan zetten. Want ik ben natuurlijk bezig met mezelf verdedigen, anders ben ik diamonds kwijt. Zo werkt dat. Oké, laten we weer doorgaan met iets anders. Het is weer een dagje later. Een dagje later. Waarom zit hier een button? Oh my god, waarom zit hier een button? Geen idee. Maar hij is verplaatst. Want hij stond voor de golem en het zag er nog niet echt mooi uit. Dus we zeiden gewoon tegen Tom, hey, nu je het nog kunt verplaatsen, zet hem even ergens anders. Want als je hem hier plaatst, dan wordt Span heel erg druk, alles op elkaar gepropt. En dat is het hier nu ook. Hij heeft het eigenlijk heel dichtbij hier opgezet, maar maakt niet uit. We willen wel uitbreiden Span. Dus als je iets leuks, iets nieuws doet, zet het niet dichtbij de Span, maar zorg dat we verder gaan, dus op het pad. Ook heb ik Jordi weer op zijn kop geslagen en hij gaat hier weer aan verder werken. Heb ik... Oh, deze piemel een keer weghalen. Is van Matthias alsnog uit de livestream. Dit ziet er allemaal goed uit. Nog van de livestream. Dus hier zijn we mee bezig geweest. Hier ga ik waarschijnlijk weer aan verder, ergens deze week. En jullie zien dit waarschijnlijk pas over 3 weken, sinds ik 1 keer per week iMine upload. Oftewel, je hebt eerst de ninja aflevering, daarna heb je nog de aflevering met Beers, coole
dungeon die hij gemaakt had. En dan nu zijn we hier. Nou, ik neem dit dus al 3 weken van tevoren op. Het is niet dat ik van tevoren wil opnemen, maar het is meer dat ik niet... Ik wil... Oh mijn god. Blijkbaar werkt dat roze rot ding weer, want ik heb weer roze in mijn inventory. Poef. Het is niet dat ik vooruit wil lopen, maar het is gewoon niet de bedoeling dat ik meer dan 1 keer per week iMine ga uploaden. Want dan verwachten jullie dat van me en eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil maar 1 keer per week iMine. En dat kan ik nu. Maar dan zie je dit soort dingen in de livestreams echt 10 keer eerder dan dat je het ziet in iMine zelf op het kanaal. En dat is op zich niet erg. Even weer langs de donators. Dankjewel voor het donaten allemaal. Ik waardeer het echt gigantisch. Holy shit. Het helpt echt. Ik heb denk ik nu genoeg geld voor een tweede scherm. Dus dat is echt geweldig. Dat is echt geweldig. Ik had niet verwacht dat mensen zouden donaten. Niet zoveel tenminste. Dus dat is echt geweldig. Oké. Dan zijn we in de basis. Ik heb nog een paar dingetjes voor jullie in de basis. Want ik heb offscreen een beetje doorgewerkt. En ook in de livestream. Dit is voor jullie natuurlijk in het filmpje een gigantische update. We hadden het dak weggehaald. Maar nu... Boom. Pam, pam, pam. Ik heb deze in groen veranderd. Want oranje... Kreeg ik pijn aan mijn ogen van. Het was gewoon te opvallend. En toen zei Beert tegen mij, groen past hier goed bij. Oké, we hebben hier licht. Want hier gingen mijn crops continu weg. Dus we hebben hier crops. En dit is het idee. We hebben gigantisch glas hier. Jullie hebben echt, boom. Bam, tam, tam, tam. Het is echt gigantisch veel. Neem het even in. Kom op, neem de tijd. Hou op met hyperventileren. Je kunt het, je kunt het. Neem adem, rustig. Pak er een zakje bij. Oké, we zijn er weer. Oftewel... Ik heb een paar vloeren toegevoegd. Want water, het ziet er zo uit. Ik hoor graag jullie mening hierover. Wat jullie ervan denken. En ik heb van jullie ook nog iets anders nodig. In de comments, dus vertel me in de comments. Ik heb hier nu 2 nieuwe vloeren. Wat ga ik op die vloeren doen? En zeg alsjeblieft niet jacuzzi of zwembad. Ik wil wel kijken of we iets praktisch kunnen doen met de vloeren. Iets leuks. Dan hebben we hier nog een vloer. En dan komt hier uiteindelijk ook nog een vloer. Oftewel, we hebben een heleboel vloeren in de werking. Maar ik dacht, eerst moet ik misschien wat op die vloeren gaan doen. Hier komt een soort van grasdingetje gewoon leuk voor op het dak. En dat is dat. Laten we snel een appel pakken. Ik ben heel erg verkouden, zoals je het merkt. Waarschijnlijk merkt je het ook al in de aflevering. Het is bijna zomer. Maar ja, dat betekent niet voor mij dat ik niet meer verkouden ben. Want ik heb ook nog allergieën. Oftewel, dan ben ik van... Wegen dat weer snotterig, weet je, het is nooit goed. Daar komt het op neer. Hey Apple, we nemen een appeltje. Dan nemen we 8 van deze. Zo. Dan nemen we deze. Bloep, bloep, bloep. Mijn stem gaat de hele tijd omhoog. Dat doe ik sowieso niet expres. Oké, flauw. Flauw, Tim. Oh, ik kan niet slapen. Dat is prima. Oftewel, damn, deze appelkamer wordt geweldig. Vorige was Beers Dungeon. Vandaag was een beetje een random aflevering met allemaal random shit. Maar ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hij is redelijk lang volgens mij ook. Dus ik hoop dat jullie dat waarderen. Het was allemaal random fragmentjes die ik over de afgelopen week heb opgenomen. Ik vond het... ik ben, laat maar zeggen, al klaar met editen nu. Ik moet alleen dit eindstukje nog even aanplakken. Ik vind het wel een leuke aflevering. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Geef me even de comments ideeën voor die vloeren. Dat zou awesome zijn. En dan wens ik jullie nog een fijn weekend. Ja, nog een dagje waarschijnlijk voor jullie. En dan daarna is het weer school. Dit noemen we de... Wat zullen we het? De vloeren. Oh, wacht gewoon. Randomness. Nee, dat is niet goed. Het was niet zo random. Oké, base building. Zo, we hebben lekker aan base gebouwd en een beetje op spawn gekeken. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Later.